Rutger Peters, je bent oprichter en founder van Ginzy Software, wat we allemaal op de smartboards gebruiken. En vanochtend op jullie pagina stond die budgetblok, die wij allemaal uitermate sympathiek vonden, met een som. G plus Apple is 60. Wat is dat nou eigenlijk? Want gisteren kwamen we er niet achter. Wat is dat? Wat is de uitkomst? Nou, zoals Diebertje zojuist op onze Facebookpagina ook heeft verteld, staat die som eigenlijk symbool voor de nieuwe propositie die wij als Ginzy de onderwijsmarkt inbrengen in Nederland. Mm-hmm. Dat doen we, zoals gezegd, samen met Apple. En feitelijk waar het op neerkomt is dat we voor €60 per kind Ginzy iPads beschikbaar brengen. En waarom is dat zo belangrijk? €60 per maand of? Per jaar per kind. Per jaar per kind krijg je een iPad en krijg je de Ginzy software? Precies, hè, waarbij je volledig gepersonaliseerd kan gaan leren in deze oplossing. Oké, want jullie hebben normaal smartboard software en nu heb je ook software voor kinderen zelf die op de iPad aan de gang kunnen gaan. Precies, hè, dus wat er eigenlijk nu gaat gebeuren is dat we inderdaad op digitale schoolborden zijn we al jarenlang heel veel gebruikt. Maar met de komst van deze oplossing worden we feitelijk een totaaloplossing voor in het klaslokaal. Ja. Hey, maar wacht even, €60, ik bedoel een iPad, dan heb je een iPad mini geloof ik, hè, voor dat geld. iPad mini, inderdaad. En dan krijg ik voor €60 krijg ik een iPad mini plus jullie software. Die is dan, hoe lang is dat dan voor €60 per jaar? Moet je hem dan weer teruggeven of wordt die op een gegeven moment van de kinderen? Ja. Hij loopt 3 jaar, dus je schaft ze aan voor 3 jaar. In principe worden ze na 3 jaar vervangen door nieuwe iPads. Dus je moet ze teruggeven na 3 jaar. Na 3 jaar is dan. En is dat inclusief dan ook als de schermen kapot zijn, dat je dan ook. Zit er een verzekering bij? Er komen beschermhoezen omheen. Hè, ja. Dus die dingen, die iPads, die moeten natuurlijk ook mee naar huis. Hè, want wij vinden dat het scheiden van leren tussen school en thuis, dat is natuurlijk een beetje een onzinnige manier van werken. Ja. Dus er komt een hele mooie beschermhoes om me heen, waardoor die iPads fantastisch beschermd zijn. Maar zit er ook verzekering in? Dat is even de vraag. Als je dus op een gegeven moment je scherm kapot gaat, of je oortelefoon gaat kapot, of er komt koffie overheen, moet er dan. Wat we doen, is dat we elke klaslokaal rusten we uit met 1 reserve iPad. Ja. Vervolgens is het risico van het breken van schermen is voor de school helaas. Mm-hmm. Maar er zit wel gewoon de standaard Apple garantie op de iPad zelf. Ja, oké. €60 per jaar. Dus inclusief, zeg maar, en normaal, ja, op zich kost de software in de basisschool echt ongelooflijk weinig. Hè? Want rekentuin en taalzee kosten €4 en muiswerk is ook. En jullie hebben nu echt software die zich daarmee kan meten. Waar het natuurlijk om gaat, is dat we het gebrek aan innovatie in het Nederlandse basisonderwijs, dat we dat doorbreken. Hè? Al jarenlang wordt min of meer op dezelfde manier lesgegeven en door kinderen geleerd. En naar onze smaak is er een behoefte voor een nieuwe totaaloplossing die bereikbaar is voor de hele onderwijsmarkt. Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè, want de financiën zijn beperkt. Ja. Vandaar dat we met deze oplossing komen. En hopelijk dat we daarmee daadwerkelijk die. Nou, 16 tientjes per jaar en dan geen zorgen meer en na 3 jaar weer nieuwe hardware. Dat is natuurlijk een hele mooie aanbod. En de hardware die wordt dus door Apple geleverd. Ja, we werken samen met Apple en Xando. Xando is een Apple Certified Education Specialist. Ja, gewoon de dealer, zeg maar. En zij gaan ervoor zorgen dat alle logistieke afhandeling, dat het allemaal fantastisch is georganiseerd. Dat als die apparaten nou kapot gaan, dat ze binnen 5 dagen worden vervangen. Dat is zaak. Oké. Okay. Hey, en als ik een grotere iPad wil, wat kost het dan per jaar? Air wel kost hij €90. €90, oké. Okay. Ja. Dus dan voor €270 heb je gewoon een Air en die kost meer dan €500 om normaal te kopen. Dus voor de helft heb je dan ook de software erbij. Oké, dan even over jullie software. Wat heb ik voor, als ik Ginzy software heb, wat kan ik dan, wat zit er voor een curriculum op? Nou, we spellingen en rekenen en we hebben een volledige Ginzy leerlijn ontwikkeld die ook gemapt wordt met de methodes van die al gebruikt worden op school. Mm-hmm. Dus als je als leerkracht een bepaalde methode van rekenen gebruikt, dan kan je op basis van die Ginzy leerlijn kan je de digitale verwerking gaan doen. En uiteraard is die software helemaal adaptief. He, dus die past zich aan het niveau van het kind. Want uiteindelijk willen we naar een volledig gepersonaliseerde leerervaring toe. Ja, dat uiteraard. Dus er zijn al, samen met muiswerk en rekentuin taalzee, die zijn er al een tijdje mee bezig. Jullie waren vooral op de smartboard. En dit is een geheel nieuw product.
Ja, dit is een geheel nieuw product, wat wel natuurlijk aansluit op dat wat op het bord gebeurt. Hè. We vinden het heel belangrijk dat het een totaaloplossing is. Ja. En dat waar een leerkracht begint met klassikale instructie, dat in één moeite door naar uiteindelijk die Ginzi iPad gaat. Ja, jij zit ook in Amerika, geloof ik, hè, met je Ginzi, met hoeveel scholen heb je daar? 1000. 1000 scholen. En hoeveel scholen zit je hier in Nederland? 4000. Oké, okay. Hoeveel mensen werken er bij Ginzi? 30. 30 mensen. En jullie zitten, waar zitten jullie? Fantastisch mooi jong team van 30 mensen. Ja. In Eindhoven en Nijmegen. In Eindhoven en Nijmegen. Nou, hartstikke mooi. En dus dit heb je de afgelopen, hoe lang ben je mee bezig geweest met deze software te maken? Gebaseerd natuurlijk op je ervaring. Daar zijn we heel lang mee bezig. We zijn de voorbereiding hiervoor 2 jaar geleden begonnen. We hebben altijd de ambitie gehad om een integraal onderdeel te worden van het leerproces in het klaslokaal. Niet alleen maar dat digitaal schoolbord. Ja. Dus 2 jaar geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen. En nu komen we dus naar buiten. Ja, nou heel mooi. Hoeveel scholen hebben er al mee gewerkt in beta? Het wordt nu uitgerold op scholen. Er zijn scholen nu daadwerkelijk met de software aan het werk. Ja. En de Ginzi iPads propositie met de iPad erbij is vanaf begin schooljaar, komend schooljaar beschikbaar. Oké, vanaf augustus kun je het zeg maar gaan doen. En in de tussentijd heb je nog om beta testen te gaan doen. Nou, het is ver voorbij in beta, want we hebben die software ongelooflijk goed getest met leerkrachten. Hij wordt nu echt uitgerold bij de eerste scholen. Oké, dan even over die iPad, ik heb wat ervaring, want mijn kinderen zitten op de iPad school, zeg maar. Of niet de iPad school, maar de Steve Jobs school, of de ontplooiing. Je hebt altijd het probleem, als die iPad in de klas komt, dat de leraar controle wil houden. Ja. Hebben jullie daar ook iets voor, dat je kunt voorkomen dat ze allemaal Clash of Clans gaan spelen, of allemaal andere dingen gaan doen? Is daar een dashboard, hebben jullie een dashboard daarbij ontwikkeld? Er zijn 2 hele belangrijke onderdelen. Sowieso is in het ontwerpen en bouwen van de software staat die leerkracht centraal. Hè. Waar wij in geloven is dat we die leerkracht moeten helpen om kinderen uiteindelijk gepersonaliseerd te laten leren. Maar die leerkracht blijft een cruciale rol spelen naar onze smaak. Dus die controle die is er. Leerkrachten bepalen waarmee kinderen aan de slag gaan en wanneer. En daar hebben ze ongelooflijk veel controle over. Echt waar? Ik kan gewoon voorkomen dat ze dit spelletje doen of dat spelletje. Of dat ze alleen maar kunnen kiezen uit dit of dat waar ze mee aan kunnen werken. Nou, er zijn 2 dingen. In de Ginzi software zelf bepaal je als leerkracht met welke les ga je wanneer aan de slag. Ja. Als je daadwerkelijk de volledige controle over het device wil, dan heb je daar MDM software bij nodig. Ja. Die wijdverspreid is ondertussen. Maar dat zit niet in de propositie, dat moeten ze dan apart. Nee. Dus je hebt binnen de Ginzi software heb je een dashboard waarbij je kunt bepalen wat een leraar kan bepalen wat er dan gedaan moet worden. Maar als de kinderen op de homeknop drukken en dan naar Clash of Clans gaan, dan is daar is dit standaard niet een oplossing voor. Moet je ergens anders regelen. Inderdaad. Okay. Nou, wij helpen daar wel bij. We gaan daar een standaard oplossing bij leveren, maar die is wel optioneel. Die is niet verplicht. Ja, ja. En wat kost dat dan per maand? Heb je er al iets voor? Dan heb je het over euro's per jaar per device. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, wij gebruiken van het Hondsrug College uit Emmen. Ik ben de naam vergeten, maar Zooladesk? Ja, die bedoel ik. Ja, het is een hele bekende. Ga je die nemen of is er een andere? Zou kunnen. Oké, okay, prima. Alright, dus dat is dan mooi. Ga je dit ook in Amerika doen, deze oplossing? Nou, we hebben onze handen vol om eerst dit schooljaar duizenden iPads Nederlands onderwijs in te brengen. Dus dat gaan we eerst doen. En dan gaan we onze ambities rijken verder. Dus okay. Waar kan ik de software al zien, de Ginzi software? Kan ik die al ergens op mijn dashboard, op mijn Mac of op mijn Windows of op mijn iPad zien? Nou, we gaan regio bijeenkomsten organiseren, waarin je in heel veel detail en ook met iPads erbij uiteraard de software gedemonstreerd krijgt. Ja. Dus daar kun je het beste voor aanmelden. Mm-hmm. En dat kan op de site. Ja, en kun je ook gewoon op de website zelf, is er een demo versie waar je al gewoon mee aan het werk kan? Nog niet. Nee? Die gaat er komen. Die komt er wel. Dan, tweede vraag. We hebben 1500 doelen. Rutger, 1500 doelen in dit basisonderwijs gebeuren. Ja, dat zijn dingen die de kinderen moeten leren. Dat is altijd een heel gedoe om die doelen te mappen op wat de software kan doen en daar een dashboard overview kunt hebben. Hoe gaan jullie dat dashboard organiseren van waar is de leerling en hoe ver is de leerling? Waar heeft hij hulp voor nodig en hoe doen wij dat in vergelijking met de testen die we natuurlijk hebben en anderzijds die 1500 doelen? Ja, nou, een belangrijk deel van die 2 jaar voorbereiding is dat geweest. Hè? Om vanuit kerndoelen
subdoelen af te leiden. En we hebben dat volledig gedaan tot 6 niveaus diep. Op basis waarvan we uiteindelijk inderdaad ook die adaptieve leerervaring, die persoonlijke leerervaring kunnen bieden. Ja. Maar dat is heel veel werk, dat klopt. Wat hebben we gedaan? Ja, dus, dus je hebt gemapt op die 1500, op die kerndoelen, daar heb je op gemapt. En ja. Hoe zie ik als leraar, wat voor overzichten krijg ik, hoe het met mijn klas gaat en hoe het met de ene leerling gaat en met de andere leerling gaat? Zoals in de moderne tijd hoort, krijg je natuurlijk een real-time live dashboard waarin je per kind ziet precies waar zit hij, waar gaat het goed, waar gaat het mis, waar moet ik op. Voor zover de software doet dat natuurlijk al, die is adaptief, dus die schakelt daarop bij. Ja. Als leerkracht heb je inzicht, waar vallen mijn kinderen uit, waar hebben ze extra hulp nodig. Oké, wanneer kan ik dat dashboard komen bekijken? Jij altijd. Oké, dus dan kom ik gewoon. En voor scholen en leerkrachten en stichtingen. Ja, nee, maar ik wil graag gewoon even langskomen om het even bekijken. Ja. En even een filmpje van te maken, zodat ik alvast eventjes een beetje inzicht kan geven. Want dat is echt, dat dashboard, dat is echt heel erg belangrijk. Dus dan kom ik, vanmiddag is de pers, of gisteren was de persconferentie, zeg maar, in Utrecht. Ja. En dus dan kom ik volgende week, De koffie staat klaar. De koffie staat klaar, dat is hartstikke mooi. Dan nog even een laatste vraag. Ginzi is natuurlijk dan een beetje een centrum met een dashboard view. Heb jij ook connecties naar, want jij doet leren, jij doet rekenen en taal. Ja. Dat zijn vooral die. Maar we hebben natuurlijk ook altijd gewoon natuurwetenschap en biologie en allerlei tientallen andere vakken. Hebben jullie daar ook een visie op hoe al die andere verschillende software kan integreren met dat dashboard van de leraar? Nou, wat wij daarvan denken is dat het uiteindelijk gewoon één systeem moet gaan worden. Hè? Wij geloven dat het platform wat we bouwen open moet zijn, hè, dat het open staat voor al die geweldige content die er al is. Hè, want er is gewoon heel veel hele goede educatieve content. Mm-hmm. En dat die uiteindelijk ook gewoon teruggaan en gemapt worden op die leerlijn. Dus dat is uiteindelijk wat wij wel voor ogen hebben. Dus het wordt een open systeem waarop andere educatieve software die kan erop aansluiten om, aan aanleiding van die doelen die er zijn, om dan cijfers door te geven en dat het dashboard voor meerdere programma's mogelijk wordt? Jij vroeg om de visie, hè? Dus dat is de visie. Ja. We hebben niet uitsluiten al het geweldige materiaal wat er al is. Ja. Alleen we moeten natuurlijk wel gefaseerd deze oplossing de markt inbrengen. Okay. Dus fase 1 is doen wat we net hebben besproken. Ja. Uiteindelijk willen wij zeker naar een open structuur toe, waarbij al die mooie content welkom is. Rutger Peters, veel succes met de uitrol in de komende maanden. En ik kom in ieder geval volgende keer kijken van hoe de achterkant eruit ziet. Dankjewel. Fantastisch, dankjewel.